Ik hoef het u niet uit te leggen, niemand raakt gemotiveerd van het inleveren van een deel van zijn salaris als hij dat nooit had hoeven voorzien. Volgens de wet mag de bestuurder van een ziekenhuis vanaf 1 januari niet meer verdienen dan een minister. 175.000 euro per jaar. En voor dat geld, zegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, kan hij geen goede bestuurders vinden. Dat als wij een nieuwe periferie krijgen waarbinnen wij nieuwe bestuurders zouden moeten zoeken voor een lager inkomen, we een hele andere groep bestuurders moeten gaan zoeken dan die we nu hebben. En dat is het probleem. En ik denk dat de werknemers van het Amphia daar ook eigenlijk, als ze daar goed over nadenken, geen probleem mee hebben. Overal in de zorg wordt bezuinigd. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda. In dat daglicht vinden veel patiënten deze oproep moeilijk te begrijpen. Ik vind het al een hoop geld wat ze verdienen, hoor. Over de ruggen van de helft mag best wel. Dat vind ik eigenlijk niet normaal. Nee, die horen niet meer te verdienen dan de minister. Ik denk ook niet dat ze meer doen aan de hand dan de minister. Ik denk dat de minister harder werkt. We mogen best een beetje naar beneden. En dan besteden aan de verzorging hier. Lijkt me een beter plan. Ook binnen de ziekenhuizen wordt er volop gereorganiseerd. Dus er wordt veel gevraagd van de werknemers. Veel flexibiliteit, veel inzet. En zij krijgen er ook niets bij. Dus ik kan het ook niet uitleggen dat dat voor de bestuurder wel zou gelden. Goudé heeft nog geen reactie gehad vanuit Den Haag. Volgens hem zou deze uitzondering ook voor 26 andere grote ziekenhuizen moeten gelden.